Welk advies zou je jongeren zelf geven? Wat zijn het allemaal voor die vragen? Ja, niet Maar wat dacht je ervan als ik iedereen een chocoladereep geef om prezes te worden van Ichtus? En dan denk ik aan Utrecht, want daar brandt nog licht. Nu je dat hebt gezegd, wel. Maar ik wil jou trouwens wel even vragen. Als jouw leven een kinderboek was, wat de titel daar dan van zou zijn? Having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger. Ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Je weet niet hoe, als jouw leven een kinderboek was, wat de titel zou zijn? Oh, ik weet het trouwens wel. Oh, oké. Okay. Rupture noise. Renske, wil je jezelf even voorstellen? Mijn naam is Renske van Renzo. Jij kan dit niet, trouwens. Wat is het? Ja, dat was best moeilijk. Wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen? Dat is een goede vraag. Word Nestor. Word Nestor, nee. Ik krijg geen dus Er is geen uitdaging leven, behalve de Asgardians in Thor Love and Thunder. Behalve de Asgardians uit de film Thor Love and Thunder. Ananas of pizza? Ga je zo goed al? Pizza. Ananas of pizza was de vraag. Ananas of pizza. Nee. Welk advies zou je jongeren zelf geven? Wat zijn het dan voor die vraag? Waarom niet dat Ichtus? Oké, minder lieve vragen. Mag ik ook vragen jou stellen? Heb je ooit een verkeersbord gehad? Daar wil ik niet over hebben. Hoe vaak per dag kijk je op je telefoon meer of minder dan 100 keer? Hoe vaak kijk jij op je telefoon? Meer dan 100 keer denk ik, maar ik heb twee telefoons. Met één film. Zal ik even kijken hoeveel vaak ik... Ik heb een belangrijke vraag aan jou. Heb je één telefoon achtergehouden op het eerste jaarsweekend? Nee. Ik heb twee achtergehouden. Ik heb de dropping gedaan met een van je telefoons. Ja, minder dan 100. En toen heb ik het verloren. Dat zie je. Wat is de mooiste plek op aarde? Nieuw-Zeeland. Boedapest. Oh, blijkbaar neemt Renske net als de hele eerste jaarlaag ook nog eens mijn vlog over. Wie is je celebrity? Die vraag heb ik net al aan twee mensen gevraagd. Ja, maar die komt nu naar jou, want ik ben gewoon heel benieuwd. Sterrenkoning. Oké, dat is wel een goeie. Hey, no offense. Liegen is slecht. Yes, uiteindelijk komt de waarheid altijd uit. Dus ik ben bang dat je met liegen niet echt mensen beschermt. Zou je een moord kunnen plegen? Nee. Jij zou geen moord kunnen plegen? Nee. Weet je dat zeker? Ja. Ben je ooit ontslagen? Nee. Stel dat je ooit ontslagen was, had je dan een moord kunnen plegen? Ja. Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt? 24 bier op mijn avond. Dat is niet. Dat had je verteld. Maar dat was wel een soort van flex zo. Mijn leven is vol stomme tijden. Daar heb ik wel iets van delen. Misschien ook een kinderboektitel. Ja. Oh. Kan je koken? Ja. Dus ga je dat ook op eerste weekend doen? Wel licht. Het is er al geweest. Geloof je in toeval? Nee. Wat is het mooiste boek dat je ooit gelezen hebt? De Bijbel. De Bijbel. Hoeveel talen spreekt Renske? Drie of zo. Bijna goed. Vier, twee. Nee, 7. Ik zelf spreek 46 talen. Nou, laat ze even wat gefeliciteerd. Ik kan bijvoorbeeld het liedje Let It Go in 46. Oh ja, daar wil ik een aantal even van horen. Je kunt het Ja, ik ga even speaker pakken. Hij is. Oh, oké. Okay. Wie zie je nog? En nu. 2,5 jaar geleden. Heb je het ook niet in de USA's? Ja, kom voorbij. We hebben zaklampjes. Oké, dus even inspelen. Ja, absoluut. Zeg maar even appelgebakje. Ja, appelgebakje. Smetterling. Smetterling. Dat is een vlinder. Chloe Bennet is jouw celebrity crush. Goed gekeurd. Jij krijgt chocolade geven. Weet je wie mijn celebrity crush is? Krijg je chocolade geven als je een vraag goed beantwoordt? Ja. Dus ik ga jou ook een vraag stellen. Graag. Ik zou niet zonder kunnen leven. Stel het nou aan hem. Dat hoeft niet zo dichtbij. Ken jij het Ichtus verenigingslied al? Wie is de slechtste Nederlandse YouTuber? Slechtste Nederlandse YouTuber? In mijn jeugd keek ik best veel van de YouTubers die dan gingen Minecraften. Mm-hmm. En ik vond altijd Harm het stomst. Waar ben je bang voor?
alleen zijn. Oh, dat vind ik echt best wel een mooi antwoord. Wat is jouw favoriete serie? Is The Arrow. Welke? The Arrow. Ik denk aan La Casa de Papel. Oh, dat is ook wel echt heel leuk. Shoutouts naar Harmen, like en subscribe. Lieve mensen, als je deze video kijkt, subscribe allemaal even op deze leuke jongen. Want hij verdient het en hij maakt de tofste video's. En bekijk ook zijn de video van Frozen, waarin hij 46 talen zingt. Die is echt heel gaaf. Linkje staat in de beschrijving. Zeker. Ja. Alsjeblieft. Ja. Dat klinkt niet als omkopen. Betaal niet. Nee, je geeft de chocoladereep als 8. Ja, ja. Maar wat dacht je ervan als ik iedereen een chocoladereep geef om prezes te worden van Ichtus? Dus je iedereen een chocoladereep geeft, zodat iedereen prezes wordt? Nee, zodat iedereen op mij stemt. Oh. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie allemaal weer... Wij komen de donderdag, de Ichtus vlog. Heeft iedereen alles? Als het goed is wel. Zullen we dan... Ik ben benieuwd, ga je hier action in je vlog van maken? Wat? Ga je hier actually een vlog van maken? Action in mijn vlog? Hoe bedoel je? Ga je hier actually een vlog van maken? Of is dit allemaal puur voor de meme? Nee, absoluut niet. We moeten geld verdienen, toch? Maar... Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud. Maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop in een donkere nacht, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Utrecht, want daar brandt nog licht. En ik loop hier alleen, in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen slapen. De wereld gaat dicht, en dan denk ik aan Utrecht, daar brandt nog licht. Dat was genieten, jongens.